We gaan naar de B. Goed. Daar heb ik twee woorden op staan. Ik zondig dus eigenlijk al tegen het principe. Ja, dat is maar er kan nog een derde en zelfs een vierde bij. Ik geef het mee. Brugge en Brussel staat erop. Mm. Maar evengoed Berlijn en Barcelona. Ja. Maar laten we in Brugge beginnen. Ja. Ik kom uit Brugge, maar eigenlijk het platteland bij Brugge. Assenbroek. Dat is een gemeente die ooit nog een eigen burgemeester had, maar met de fusies in de jaren 70 deel is geworden van Groot Brugge. Inmiddels wonen er meer mensen in Assenbroek dan in Brugge zelf. Brugge is leeggelopen, onbetaalbaar geworden, zijn tweede residentie is voor Britten en Amerikanen geworden. Assenbroek was altijd een wat armere randgemeente. Mijn grootouders aan moederskant kwamen uit Brugge binnenstad. Mijn grootmoeder kwam uit een caféfamilie. Was cafédochter. En mijn grootvader werkte in Brugge in de drukkerij Des Kledebrouwer. Dat zie je vaak nog, oude boeken. De drukkerij bestaat niet meer. En zijn job was, hij was echt arbeider, niet erg welgesteld. Maar zijn job bestond erin om 24 karaat goud op de snede van bijbels en missalen en brevieren te leggen. Dus het was een arme arbeider die eigenlijk met het zuiverste goud moest werken. En voor hen was het toen wel, ze hebben elkaar leren kennen, in het café van mijn overgrootvader. En mijn grootmoeder was daar cafédochter. En die zijn toen getrouwd. En voor hen was het een stap vooruit om naar Assenbroek te kunnen gaan wonen, de randgemeente. Waar zo een modernistische Nibo-wijk uit de naoorlogse periode staat. Het huis staat er nog altijd. En aan vaderszijde kom ik uit de kanten van Oostkamp. Dus echt meer platteland, een kilometer of 8 verder van Assenbroek verwijderd. Ja. En dus de stad en platteland. En wij zaten zo halverwege. Mijn ouders hebben gebouwd. En dat was eigenlijk een van de laatste huizen van de bebouwde kom. Vanuit mijn jongenskamer had ik uitzicht. En ook vanuit de woonkamer hadden we uitzicht over... Er stonden nog een paar huizen, maar dan waren er kilometers en kilometers velden. Meersen. Drassige meersen. Zalig. Ja, dat is ook wel grappig. Mijn naam is Van Rijbroek. Mm-hmm. Broek verwijst naar moerassige grond. De broeken. Van Rijbroek. Ik kom uit Assenbroek en ik woon nu in Broekzeelen. Dus hoeveel zompiger wil je me? Dus je blijft trouw aan je roots, kan je zeggen. Oh, echt een en al zompigheid. Maar... En Brugge was eigenlijk... Ik ben ook naar school gegaan in Assenbroek. Brugge was 2,5 kilometer fietsen. Maar dat was toch al bijna... Ik ga niet zeggen vakantie, want we gingen daar naar de cinema. En op café, enzovoort. Maar de school was in Assenbroek. De scouts was in Assenbroek. En dus... Het heeft bijvoorbeeld tot mijn 20ste... Nee, dat is niet waar. Tot mijn 15e geduurd, vooraleer ik ooit eens overnacht heb in Brugge. Wow. We hebben ooit een weekend met de scouts gehad. En dan zaten we in een scoutslokaal in Brugge. Maar dus, het is... De kamer keek uit de velden. Brugge lag zo in de rug en dat was echt de stad. Ja. En daar gingen we naar het Zwarthuis, naar de cinema. Dat kwam veel. En de Cactus. Cactus was toen het café. Cactus, ja. Ja. En dan naar het Cactusfestival. Ja. Waarschijnlijk daaruit voortgevloeid. Cactusfestival is uit... Ja, de Cactus was vroeger een klein alternatief café in de Sint-Amandstraat. Dus dan een veel groter café geworden in de Lange Straat. En dan later de Republiek, dichter bij de Markt. En het Cactusfestival is daaruit een heel kleinschalig festivaletje. Nu is het heel professioneel geworden, als het mag doorgaan. Maar en op een bepaald moment... Ik ben niet van Brugge naar Brussel gekomen. Ik ben van Brugge naar Leuven gaan studeren. Voor mijn ouders, die eigenlijk toch wel een beetje de eerste postkatholieken in het dorp waren. Ik weet nog dat ook de pastoor handen wrijvend kwam zeggen dat hij toch jammer vond dat mijn ouders niet meer ter kerke gingen. Maar toch, het postkatholicisme betekent... Je doet niet meer mee, maar er zit toch, je behoort nog ergens wel tot die zuil. Leuven lag dichter bij Brugge dan Gent, om het zo te zeggen. Dat spreekt voor zich. Absurd. Ja. Bedoel, er was ook een hele interessante opleiding archeologie in Gent en ook geneeskunde ongetwijfeld. Maar dat is heel grappig. Terwijl mijn grootvader, die uit Brugge, dat was de helft van een tweeling. En die hebben de verzuiling doorbroken. Mijn grootvader was christendemocraat. En zijn broer
ik zeg nu tweelingbroer, maar dat is in ieder geval zijn broer, Nonkel Fekke, dat was zijn bijnaam, was een overtuigd socialist. En die gingen samen gaan plakken en die beschermden elkaar tegen knokploegen. Dus in ieder geval was ik de kleinzoon van Nonkel Fekke, ik was in Gent gaan studeren. Maar ik ben dus, ik ben van Brugge in Leuven beland. En van Leuven ben ik in Cambridge beland. Ik was erg gebeten door archeologie en Cambridge was toen de plek waar het gebeurde. Voor mijn thesis, mijn afstudeerscriptie, heb ik geschreven over ontwikkelingen, meer theoretische ontwikkelingen binnen de archeologie van de prehistorie, met name jagers-verzamelaars. En Cambridge was de plek waar het gebeurde, voor de hele prehistorie. En ik wou daar absoluut heen. Maar dat was echt duur. En ik kon dat niet betalen, mijn ouders konden dat niet betalen. Ik heb beurzen aangevraagd. En op een bepaald moment was ik heel dicht bij een beurs van de British Council. En ik zat op een opgraving in Egypte. En op dat cruciale moment moest ik faxen dat ik het aanvaarde. Maar wij zaten in de woestijn, bij het Rode Zeegebergte. Het was een uur rijden naar de plek waar we logeerden, het stadje Kousser, wat nu zo'n duikersoord is geworden. Dat was toen gewoon niks, dat was een dorp aan de Rode Zee. En je kon maar in Hurghada, andere duikersoord, daar was een fax. En toen heb ik heb echt overlegd met de hoogleraar. En toen heeft een assistent heeft toen met een handgeschreven fax door de woestijn, langs de Rode Zee, ik denk 4 of 5 uur gereden met een jeep om die fax te versturen. En daardoor heb ik die subsidiëring gekregen van de British Council. Ik ben de Britse belastingbetaler daar nog altijd dankbaar voor. En ik ben ook de assistent, Philippe van Peer, ongelooflijk dankbaar dat hij toen met die fax... moeite gedaan heeft. Maar ja, wat een inspanning. Ja. Om mij, daar hing het echt vanaf. Ik moest zeggen of ik die beurs kon aanvaarden of niet. En dat moest binnen een bepaald tijdsframe. Dus ik ben toen... ik heb toen ook nog een andere Britse beurs gekregen. British Council en British... Ik ben de naam vergeten. British Academy, geloof ik. Eigenlijk ongelooflijk. Wat een generositeit ten opzichte van het Europese continent, waar ze zich inmiddels van afgescheurd hebben. En je moest motivatie, je moest je cijfers voorleggen, je moest aantonen dat je financiering had, enzovoort. En toen heb ik een jaar in Cambridge gestudeerd. En na Cambridge ben ik naar Leiden getrokken. Mm-hmm. En ik heb in Leiden mijn doctoraat gedaan. En ik was eigenlijk niet zo van plan om naar België terug te keren. Je zat daar goed in Nederland? Ik zat goed dan in de academische wereld. Mm-hmm. Dat was wel mijn biotoop. Ik deed het onderzoek zeer, zeer graag. En ik vond de vreugde van het onderzoek echt fantastisch. Mm. En ik vond ook collega's, andere promovendi en zo, ik vond het heel fijn. Ik heb zo debatclubs op poten gezet om allerlei onderwerpen over de archeologie, maar ook filosofie en antropologie. Het was altijd een hele brede... ook in Cambridge heb ik overal vakken gevolgd. Literatuur, geschiedenis, antropologie, filosofie, wetenschapsfilosofie. Dus die brede interesse is er van in het begin eigenlijk duidelijk. Ik heb eigenlijk archeologie gekozen omdat ik niet kon kiezen. Ja, ja. En daar kwam alles in samen. Mm. Dat is altijd gebleven eigenlijk. Integendeel, het palet is nog breder en breder geworden. Maar uiteindelijk is er dan toch die breuk gekomen met de academische wereld. Ja. En is dat het moment waarop je dan in Brussel terechtgekomen bent? Of is dat nog een tussenstap? Dit is een tussenstap. We gaan niet alle steden waar je ooit geweest bent opnoemen. Want dan is altijd zelf. Ja. Dan komen we niet toe met een paar. Ik heb op verschillende plekken gewoond. Ik heb inderdaad nog in Parijs en Barcelona gewoond, in Berlijn. Maar op een bepaald moment, op 3 februari 1998, is er een ongeval gebeurd in de Italiaanse Alpen, in de Dolomieten, waarbij we waren met een groep van 20 vrienden die gingen skiën, de meeste voor het eerst. Onze 5 beste skiers zijn een skioord verder gaan opzoeken, moesten daarvoor een lange kabelbaan nemen. En die kabelbaan is verongelukt doordat er een Amerikaanse gevechtspiloot voor de grap daaronder door heeft willen duiken met zijn vliegtuig. En de vleugel en de staart van het vliegtuig hebben die kabel doorgesneden. Waardoor de cabine met 20 mensen in, waaronder 5 van onze groep, 5 van onze echte beste vrienden, iedereen in die cabine is omgekomen. En dat is ik denk dat die datum de belangrijkste datum in mijn leven is. En toen heb ik wel vragen beginnen stellen over het vervolg van een academische loopbaan. Ja.
Ben nog niet direct gestopt met de universiteit. Ik heb mijn proefschrift nog afgewerkt. Wat niet gemakkelijk was toen. Ik heb zelfs nog een postdoc aanvaard. Toen heb ik wel besloten, ik wil terug naar België. Mm. Het was heel vreemd. Ik had die verbondenheid met die groep vrienden. Dat waren vooral vrienden van de scouts en Brugge. En partners erbij enzovoort. Een ongelooflijke plezante groep. Die verbondenheid met die vrienden heeft me ook doen beseffen hoezeer ik ook verbonden ben aan een plek. Hoezeer ik graag reis en hoezeer ik ook graag... Je moet altijd kunnen terugkomen en dan weten dat daar, dat je daar een thuis hebt. Toch wel, ja. Dat was... En toen dacht ik van, ik ga naar Brussel gaan. Mm. Brussel was zo'n beetje zoals kiezen voor de archeologie. Dat is kiezen, maar het is wel heel breed kiezen. Het is één stad, maar het zijn 100 werelden. Van Brussel vind ik het altijd mooi dat het een stad is in de meervoudsvorm. Ja. In Brussels, Brusselles. Enkel in het Nederlands is het een enkelvoudsvorm. En ik vond het geweldig om hier te komen. Mm. Het was, ik was terug in België, maar ik was ook in een exotischer buitenland dan Leiden of Cambridge ooit geweest waren. Mm. En je bent hier nog, kijk. Ik ben hier nog altijd. En dus ik ben er nu inmiddels 20 jaar. En ik heb momenten gehad dat ik de stad een beetje klaar mee was. En op dit ogenblik voedt de stad mij opnieuw. En ik laaf mij ook aan deze stad. En ik ben, maar de natuur trekt ook aan mij. Mm. Ik heb wel een beetje de twee, merk ik. Ik denk nog altijd, ik ben opgegroeid met zicht op de natuur en in de stad in de nabijheid. En ik denk dat die twee... Ik weiger zo de stedeling te zijn die neerkijkt op het platteland... Mm. Of de plattelander te zijn die neerkijkt op de stad. Ik zie de schoonheid van beide plekken. Van beide balletjes eten.